Het is, dus, uh, ik bedoel, thuisschool is thuisschool. Dus ik dacht vanochtend, laten we eens een uh, geschiedenislesje er tegenaan gooien. En deze gaat over de Heidsville Day. Today is Happy Heidsville Day. Vandaag is het uh, een dag waarin 1948 uit, nee, sorry, 1848 uit mijn hoofd eigenlijk uh, de geboorte van het nieuwe spiritualisme, zoals we dat nu kennen, zoals we nu contact maken met de overledenen, Um, ligt daar eigenlijk uh, um, nou ja, aan, aan den beginnen, zeg maar. En uh, ik wilde het eigenlijk eventjes met jullie delen. Um, ik vind het een belangrijk fenomeen om, om altijd te blijven delen... en altijd te uh, blijven vertellen. Want het, blijft, het is en blijft een fundament voor ons. En voor ons in dit geval bedoel ik mezelf en mijn collega's... die mediumschap op deze manier uitvoeren zoals wij dat doen. Dus door middel... Um, van communiceren met de overledenen. En niet alleen maar. He, in, de, in, de, in de geschiedenis en veel verder terug. kennen we uiteraard Jezus. We kennen het orakel van Delphi. We kennen. Uh, nou ja, uh, ik denk echt als we die uh, uh, pot open drukken. dat we er met z'n allen heel veel kennen. die boodschappen kregen. van God of van, van het hogere. of hoe je het ook wilde noemen. Men ging in. Uh, in een meditatieve staat en, uh, of in een transachtige staat en kon dan dingen doorgeven. Maar in 1848, daar ligt eigenlijk het fundament van het mediumschap hoe we het nu doen. Dus waarin we ja, nee, uh, weet ik niet toestaan in de communicaties. Dus dat wij bewijzen leveren als mediums en de, medie en, en de, de ontvanger, dus ja, nee en weet ik niet zegt. En uh, eigenlijk is de. Het hele, het hele uh, spiritualisme zoals we dat nu kennen, daarop gebaseerd. En in 1948 is dat dus begonnen bij de zusters. Nou, kan ik toch gewoon de naam niet meer? Ik weet het. Oh, dat waren de sisters natuurlijk. Dat is toch ook wat? Zit ik over iets te vertellen wat ik gewoon niet meer weet? Omdat dat ik afdwaal, moet ik helemaal niet doen. De Fox -histers. In 1948 is dit verhaaltje begonnen. Ze gingen naar een huis verhuizen in de volgens mij vlakbij New York. En uh, er is ook nog steeds een museum, er is ook nog steeds uh, te bezoeken. Um, en ze gingen daar naartoe verhuizen en eigenlijk al snel bleek dat er klopgeluiden in huis waren. Gewoon bij de meiden in de slaapkamer was het eigenlijk een kakofonie van allerlei klopgeluiden. En uh, nou, uiteraard gingen ze dan mee naar hun vader en moeder, die, 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 die merkte dat ook op. En zeiden, ja, weet je, we weten niet zo goed wat we daar nou uh, mee aan moeten. Uh, maar Margaret... En de andere twee, Lea en nog eentje, ik weet even de namen van alle drie niet meer. Uh, kregen toch door dat er mee te communiceren viel. En op het moment dat ze dat doorkregen, gingen ze ook afspraken maken met die klopgeluiden. Eén uh, voor ja, twee voor nee. Ik dacht ook letters van het alfabet, A, B. Weet je, dat was, is het een A dan tikken, is het een B dan ja. Eén uh, klopje, twee voor nee klopjes. En als het wel bleek, uh, er een naam uit te komen. Dus al snel bleek na nou hun alfabet uh, uh, kloppen uh, dat er een naam uitkwam. En uh, dat kwam ook uit dat deze meneer uh, onder het fundament van het huis uh, begraven lag. Nou, iedereen verklaarde ze natuurlijk voor gek. De hele familie geloofde hun overigens. Hun vader, moeder, iedereen geloofde hun. Uh, maar de rest niet. En op een gegeven moment is die vader toch gaan graven. En bleek er inderdaad, uh, ze hebben later ook nog opgezocht bleek er inderdaad iemand vermist te zijn. En toen hij ging graven, lagen er dus echt botten... onder dat fundament van dat huis, van die persoon. Ik weet niet hoe ze dat hebben onderzocht 200 jaar geleden. Of 175 jaar geleden uit mijn hoofd, 170. Uh, maar in die periode hebben ze dat dus uh, um, ja, gevonden. En vanaf dat moment zijn ze ook eigenlijk het hele land doorgetrokken. Ja, met een soort show-achtig uh, iets, waarin dus de zusters op een podium zaten... en uh, waarin dus getikt werd... vanuit de spirituele wereld. Eentje van ja, een twee van nee, of een alfabet systeem. En nou ja, je kan je een beetje voorstellen... wat er dan gebeurde uh, Mensen wilden dat ontmaskeren. wilden dat um, uh, ja, eigenlijk... Uh, um, te, te niet doen. En dat is gelukt. Ze zijn ook inderdaad... Uh, uh, zogenaamd ontmaskerd. Hun uh, vader... Uh, en hun moeder hebben hun onder druk gezet om inderdaad te bekennen dat ze fraudeerden. Wat overigens niet uh, het geval uh, bleek te zijn, vonden hun. Uh, er werd gezegd dat, uh, ze, dat ze krakende botten hadden, waardoor de ja en de nee werd gedaan. Ze werd gezegd dat ze met touwtjes aan hun tenen um, geluiden teweeg brachten. En eigenlijk vanaf dat moment werden ze ja, gezien en met de nek aangekeken als fraudeurs. Uh, het bijzondere vind ik dus dat dat super snel gebeurt en dat zo'n familie er dus ook nog druk achter zet. Um, maar het verhaal is eigenlijk nog veel mooier. Op het moment dat Lea volgens mij komt te overlijden. wordt de kist de kerk in gereden. Allemaal mensen in verdriet, muziek, daar noem maar op. En op het moment dat de kist dus de kerk in wordt gereden. Um, Hoort iedereen die daar zit, echt iedereen die daar in die kerk zit, geluiden op de muren, kloppen, krassen, tikken, op de kist, overal. En vanaf dat moment kon niemand, werkelijk niemand meer ontkennen dat wat zij kon, want waarschijnlijk was het haar gaven of hun alle drie de gaven, dat, dat weet niemand eigenlijk precies. Tot op de dag van vandaag is het dus nog steeds zo dat dit verhaal van die kerk eronder gaat. En eigenlijk zijn we vanaf dat moment een. een, een ja, een religie wil ik niet zeggen. Maar eigenlijk een geloof gaan creëren om het mediumschap heen. Waarin spiritualisme zoals we dat nu kennen. volgens de zeven principes en noem maar op. Uh, dat we dat uitvoeren. Dus deze dag, 31 maart. is een soort te boek voor de spiritualisten. Uh, en ja, weet ik het misschien wel een beetje als uh, 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 de Pasen voor uh, uh, de katholieken of de kerst voor de Christelen, christenen. Um, ik wil niet zeggen dat we nou uh, uh, van alles doen, maar het is wel een, een memorabele dag. En um, ik weet dat er collega's zijn vandaag die ook dit soort dingen gaan doen, vertellen, blog schrijven. Omdat het heel erg leeft bij ons allen. En um, nou ja, misschien juist in deze tijd nog wel meer. Wat ik heel mooi vind in deze tijd, in die 1848-tijd, is dat de mensen um, niets hadden. Geen televisie of niets, misschien dat ze wel meer als wij, maar geen televisie. Geen um, uh, communicatiemiddelen. Geen, uh, hadden, de enkel wat ze hadden was de kranten en zo werd ook de, de, um, nou ja, de communicatie zeg maar, over dit soort dingen gedaan. Dus mensen hadden ook in die tijd. De tijd om s'avonds te zitten met elkaar, om kringen te maken, om cirkels te maken, zoals dat heet. Waarin ze met elkaar experimenten gingen doen. En eigenlijk ook wel uitgaande van het fenomeen van kloppen. Ja, nee, weet ik niet. Daarin hoor je ook veel uh, verhalen over table tilting. Uh, uh, dat de tafels dus door de kamer heen gaan met, met bizarre, wonderbaarlijke manieren, ook als er geen handen op waren. Uh, stemmen in, in de duisternis. En eigenlijk is daar, ligt daar het fundament over het mediumschap nogmaals zoals we dat nu kennen. En In ieder geval zoals wij het uitvoeren, ik, collega's en mensen met mij. Um, en die tijd doet me dan direct ook weer een beetje denken aan deze tijd. Kijk, wij hebben Netflix, wij hebben computers, we hebben schermen live. Ik zit nu naar jullie te praten. Um, maar eigenlijk hebben we tijd. We hebben ineens tijd gekregen. We hebben dus een soort cadeautje gekregen. Dat vind ik een beetje ingewikkeld om het zo te zeggen, maar ik zeg het toch. Want ik zie het niet echt als een cadeautje. Maar we hebben in die zin een cadeau gekregen dat we tijd hebben gekregen. Dus laat ik het zo dan benoemen: we hebben tijd gekregen om met elkaar te gaan zitten. En we kunnen niet fysiek bij elkaar zijn, dat gaat niet. Maar we hebben computers. En dat hadden ze in die tijd niet. Dus over de hele wereld zouden we kunnen met elkaar zouden we kunnen zitten in een cirkel misschien wel met de computers of met de telefoontjes via Zoom via FaceTime. We zouden de kamers donker kunnen maken. Het grappige feit is maar ik weet niet of jullie het kunnen horen. Oh, dat vind ik heel grappig, maar ja, als het niet te horen is, is het echt stom verhaal nu. Maar wordt hier dus getikt. Dus dat is grappig. Grappig feit. Ehm um... En nou ben ik dus mijn draad kwijt. <laughs> dat ik dat hoorde. Dat was echt grappig. Um, dus we zouden de wereld, zeg maar om de wereld, we zouden met elkaar kunnen zitten. We zouden dus met elkaar um, kunnen tikken. We zouden, uh, tikken, we kunnen dus met elkaar verbinden. We zouden dus met elkaar kunnen, um, ja weet je, cirkels kunnen maken. En wie weet is dit wel weer de opstanding, excuses voor mijn gekke woordkeus van het nieuwe spiritualisme zoals wij dat kennen, dus met computers, met dat soort uh, fenomeen. Dus mensen zoeken elkaar op, ga zitten, laat ons weten uh, wat er gebeurt, want de spirituele wereld heeft zich ook aangepast aan computers. Ik bedoel, um, laten we eventjes heel krom zeggen, Steve Jobs is dood, uh, er zijn nog meer van deze mensen in de spirituele wereld, uh, dus die kunnen op welke manier dan ook. Onze gidsen bijvoorbeeld inspireren uh, om te werken met technologie. Ik geloof echt, en ik weet het eigenlijk wel zeker, dat de spirituele wereld daar ook in is veranderd. Dus we kunnen wel blijven hangen in 1848, wat prima is. We kunnen blijven hangen in 1945, wat mij betreft. Nou, laten we het iets later doen. <tus> maar het feit wil dus dat we nu andere uh, middelen hebben. Dus misschien moeten we wat creatiever zijn in het spirituele vlak, in het mediumschapvlak. Ik weet van mezelf dat wij het doen. Wij hebben een cirkel: we zitten elke woensdagavond met elkaar. En uh, nu uh, dat kunnen we dus niet bij elkaar we zitten, ook om onze familie veilig te houden. Maar we zitten wel online. We zitten met elkaar. We tunen in met elkaar. We gaan zitten. Daarna zetten we muziek aan en ieder voor zich. En dan even in het donker: dan gaan we zitten tot, tot we klaar zijn. Dan geven we een seintje: ik ben klaar. En daarna bespreken we wat we gehoord, wat we ervaren hebben. Uh, dat zou ook met trancirkels kunnen. Je zou kunnen spreken. Je zou kunnen spreken. Jij bent vandaag het medium. Uh, uh, kijk maar wat er komt. Kijk maar wat voor filosofie er komt. Want de spirituele wereld wil juist in deze tijden laten weten dat ze er zijn. Dus zullen we afspreken. Het is vandaag dinsdag uit mijn hoofd. Ik ben ook helemaal de, leg, de, de draad kwijt. Dat we met elkaar vanavond gaan zitten, ongezien om 8 uur. Dan gaan we met z'n allen zitten, doen we onze ogen dicht, hebben we helemaal geen, geen um, verbinding van de computer voor nodig. Enkel onze afspraak. Dat we vanavond om 8 uur met elkaar gaan zitten. Misschien wel in nagedachtenis naar de Fox Sisters. Dat wordt weer getikt, dat is echt te grappig. Ik hoop echt dat het te horen is op de, uh, op de... videootje. Um, dus laten we dat doen. Laten we met z'n allen vanavond om 8 uur gaan zitten. Ik beloof jullie dat ik vanavond nog even ophop. Gewoon om um, een kleine herinnering te geven. Om met elkaar uh, in deze liefde te gaan zitten. Ik hoop dat jullie veilig zijn. Dat hoop ik ook. Ik hoop dat jullie gezond zijn. Dat jullie het uithouden. Dat hoop ik echt. Dat hoop ik met heel mijn hart. Ik wens jullie een ontzettend fijne dag, geniet van jullie omgeving, geniet van jullie mensen om je heen. Als dat niet zo is, bel mensen op, zoek contact, want eenzaamheid, dat hoeft niet. Ik zie dat jullie gereageerd hebben, maar dat ging me te snel. Dus ik kijk straks even terug en dan reageer ik, oké? Okay? Um, niet zozeer naar mezelf, maar wel naar de uh, berichtjes. Dus lieve vrienden, happy veel day. En laten we met elkaar een cirkel vormen, een cirkel van spiritualisten. En onder spiritualisten, daar behoren katholieken, daar behoren christenen, daar behoren mensen die de islam uitvoeren, boeddhisten. Nou, dat was wel een beetje mijn geloofskunde. Maar alles wordt omarmd, alles mag er zijn. Spiritualist is geen gelovige en houdt zich vast aan enkel alleen maar spiritualisme. Je kan ook gewoon gelovig zijn als je dat wil. Je kan ook gewoon naar de kerk, naar nou jij dat wil. Want spiritualisme omarmt alle geloven. Alles is één. Niets is, niets is los van elkaar. Dus vanavond acht uur zie ik jullie in de cloud mensen. Prettige dag.